Dag Erik, het is Nico hier. Zeg, het was voor Tom Schrijven. Ja, zijn vrouw maar voor Erik Tom Schrijven. Dus ik kan dat hier omschrijven als een toffe persoon. Met wie dat ik het geluk gehad heb voor nog een jaar samen te werken. Waar ik enorm veel van opgestoken heb. En waar ik enorm blij voor ben, voor die mensen te leren hebben kennen. Erik, goedenavond. Zullen we verschieten, hè? Nogmaals, Erik, we hebben 2 jaar schitterend samengewerkt. Ik heb enorm veel van u geleerd. In het begin had ik een beetje schrik. Het was mijn eerste club na mijn profcarrière. Ik had een beetje schrik qua training, hoe dat in elkaar ging zitten. Maar dat was helemaal het geval. Die alle trainingen waren eigenlijk tot in de puntjes geregeld. Yo, Rieke. Voor mij waren de beste kepertrainer die ik ooit al heb meegemaakt. Een echte topper. Psychologisch ijzersterk. Een gouden traptechniek. Hey Erik, naar aanleiding van uw nakende pensioen zou ik ook graag een woordje placeren. Eerst en vooral wil ik u bedanken dat je 4 jaar geleden terug mijn carrière eigenlijk mee gelanceerd hebt en toch een belangrijk steentje hebt bijgedragen daarin. Ik vond uw training altijd super, zowel technisch als fysiek, perfect evenwicht. Ik denk dat we ook 2 jaar samen met de Chris van de Putten aan perfect hebben samengewerkt. En tot op heden is dat altijd de plezantste tijd in mijn prille carrière. Erik, alles goed. Ze hadden mij eens gevraagd om even komen, u komen te bestoeven, zeg maar. Die 10 maanden dat we samen hebben kunnen werken. Ja, Erik, je weet dat ik over u denk. Je bent iemand met kennis van zaken. Ik heb enorm veel van u kunnen opsteken. Ongeacht ook mijn ouderdom toen al, 34 jaar. Ja, wat vind ik van Erik? Het is een zot, maar wel in de goede zin natuurlijk. En dan dachten soms dat je wat pilletjes had gepakt. maar nee, we hebben een goede band en we gaan elkaar nog veel terugzien. Ja, Erik, ik heb wel leren kennen toen met de Lugo Brie ging stoppen. Ik heb dat toen voorgesteld aan mijn skipperstrainer te worden op Bornum. En dat is precies wel geslaagd. Je hebt toch een etelijke seizoenen daar keeperstrainer geweest. We hebben een schitterende tijd gehad, zeker in de kantine. Altijd gewoon gelachen. Die trainingen waren meestal heel lang. En ja, dat waren heel plezante tijden. In een echte nekse ketel, heel zware match. En je bent na de match naar mij gekomen en ik heb me bijna moeten wegtrekken. Omdat je mij bijna aan de tong wilt draaien. Ik weet nog, ik was hier 3-4 weken bezig. We kenden elkaar nog maar juist. 9 augustus met een trouw. En wie staat er in de kerk? Erik Weks. Dat was een moment dat ik eigenlijk nooit niet zal vergeten. Ik denk dat samen de kampioenstitel vieren is in Vraassenen. Ik denk dat dat een moment is, zowel voor mij als voor u, dat mij altijd gaat bijblijven. Ongetwijfeld uw debuut in vierde nationale wedstrijd op Zeelen. Toen ik geschorst was, Chris een pas vergeten. En de Kenneth al een wedstrijd had gespeeld met de belofte. Heb ik een week voor de competitie toch een zeer zwaar kwetsuur gehad. Die mij uiteindelijk 4 maanden aan de kant heeft gehouden. Ik denk dat Erik mij alle dagen belde. Hoe is het? Het is super als gekwetste speler. Na een paar maanden zit het dikwijls in de vergeethoek. En dat er toch iemand altijd voor u is. En Erik stond zeker altijd op de eerste plaats. Ja, we hebben veel toffe momenten samen gehad. Hè. Voor er nu direct één op te noemen, ik denk... Zeker die Nevior, met de vrouwen en de kinderen erbij. En met de mannen van Bornum, met Van Pralt, Joosten, de good old days. De match op Lira, dat ik in de ploeg moest spelen. En de andere 2 matchen natuurlijk ook nog. Waar dat je me heel goed hebt opgevangen na de match. Hoe veel tips voor de match gegeven hebt. Goed drinken. Dat is het vooral. Voor de rest, zo van die kleine dingen, dat echt wel belangrijk zijn voor een keeper. Maar ja, het eerste dat wel toch altijd blijft is toch dat drinken, zei Erik. Ja, zeker dat pinten pakken en niet alles zeggen. Dat zou een beetje daar zijn. Maar ja, we hebben toch een goede tijd gehad. Erik, ik wens u nog heel veel succes toe in uw verdere carrière. Doe voort gelijk als ik bezig ben, als mens dan, als vader, als man. En we komen elkaar zeker nog tegen. Je weet, we blijven vrienden.
en elkander respecteren is voor mij nog altijd veel belangrijker dan een goede match spelen. Beste maat. Ik wens Erik dan nog een schitterend volgend seizoen bij de jeugd toe. En ik hoop dat hem nog een goed gezin kan blijven behouden en toch nog veel pinten kan blijven drinken. En ik hoop dat met de gezondheid allemaal ook goed blijft. Jij bent een van de weinige mensen in het voetbal die mij geleerd heeft dat er in het leven meer bestaat dan, dan voetbal. Ja, ik wens je nog belangrijkste een goede gezondheid. En dat we nog ooit eens onentoeg nog veel pinten mogen pakken. En kunnen overtellen van vroeger. Hoe dan, maat? Al het beste, jongen. Als slot hoop ik gewoon dat er nog veel keepers van zijn ervaring mogen proeven. En dat er nog veel keepers kan leren wat de Mons heeft geleerd. Vooral veel dagschotels. En voor het verdere, ja, veel geluk in zijn gezin en op zijn werk. En een mooie toekomst nog. Persoonlijk vind ik het veel te vroeg om nu al te stoppen als keepertrainer. Zeker met je capaciteiten. Ik had graag, nog heel graag eigenlijk eens met je samengewerkt in de toekomst. Misschien dat het er ook nog van komt als je moest bedenken. Maar als je effectief bij je besluit blijft, zou ik je veel succes willen wensen. Met de kindjes en de vrouw. Profiteert van de vele vrije uren die je nu zult krijgen. En ik zou zeggen, tot van de zomer op mijn barbecue. Ik zal voor het drinken zorgen als jij dan voor het vlees zorgt. Ik ben ondertussen moeten stoppen met voetballen. Jammer genoeg. Maar de tijd dat we samen gewerkt hebben, dat zit er toch ook wel echt in gegraveerd. Dus bedankt jongen, ik wens je nog heel veel succes in alles dat je gaat doen. We gaan elkaar zeker nog tegenkomen. En ja, goede gezondheid, dat is het belangrijkste. Ik heb gehoord dat je hier de jeugd gaat trainen. Die mannetjes gaan daar heel goed mee zijn. En zoals ik gezegd, deze heb ik niet meer nodig. Dus Erik, ciao.